Wat een mooi boek heeft Sonja Barend geschreven. Je ziet mij nooit meer terug, heet het. Het werd laatst gepresenteerd in de Rode Hoed. Daar mocht ik haar interviewen. Maar daar waren ook Kees van Kooten en Georgina Verbaan. Vol lof. Ik ken geen hartbrekender, openhartiger boek in Nederland. Nou, misschien sinds een jaar of 50. Bijna reviaans in zijn openheid. En ineens schaam je omdat je denkt, jeetje, en ik heb altijd maar met mijn zoutjes naar de tv zitten kijken. En dan kwam ze weer stralend en energiek op en leverde ons de mooiste inzichten in de gekste mensen. En je denkt achteraf, oh meisje, ga toch naar huis, ga toch lekker thuis zitten. En kom eerst achter het antwoord op je eigen vraag die alles overheerst. En meer inhoud dan het vragen aan prostituees of het een beetje bevalt op te vallen. En hooligans, waarom ze dat nou doen. Het was ook natuurlijk heel fijn dat ze dat deed. Maar achteraf word ik bevangen door een grote medelijden en bewondering. Want de kracht waarmee ze dat dan toch gedaan heeft allemaal is onbegrijpelijk voor mij. Want het is een boek, vind ik, dat je kunt het niet wegleggen voor je het uit hebt. En ongeacht wat er op de televisie is. Eerst moet dat boek uit. Eindelijk weer schitterend, verbijsterend boek. Ja. Ja, en je wil het door blijven lezen. En het is... Ik ken Sonja al zo lang van tv. Dus je hebt het idee dat je iemand heel goed kent. Maar dit weet je natuurlijk allemaal niet. En zij als klein meisje... Als bij haar oma en die tante, ja, dat is, ja, het is prachtig. Waar ik nu in het begin al steeds een beetje van moet huilen, is hoe ze haar omgang met haar man omschrijft. En ja, dat vind ik, ja, oh, ja, dat wil je, ja. Zo overweldigend en zo niet door mij van tevoren bedacht, dat ik nou... naar huis ga en dan eerst eens gaan nadenken wat me al wel overkomen is. Zoiets. Eindelijk weer schitterend, verbijsterend boek. Ja.